Vandaag ga ik lekker stoofvlees maken, dit op mijn manier. Ik begin alvast met enkele ajuinen te snijden in grove stukken. Dit doe ik op voorhand omdat ik die dadelijk nodig ga hebben tijdens het bereiden van mijn stoofvlees. Dan neem ik een braadpan. Deze zet ik uiteraard op het vuur en ik laat een aantal klonten boter smelten totdat die goudbruin ziet. En dan ga ik de varkenswangetjes in de pan plaatsen om deze aan de buitenkant mooi goudbruin te bakken. Belangrijk is om die varkenswangetjes een aantal keer om te draaien, zodat deze zeker aan alle kanten mooi goudbruin zien. Ik kruid het vlees ook goed af met zout en grove peper en roer het goed door het vlees. Wanneer de buitenkanten mooi goudbruin zien van de varkenswangetjes, dan haal ik deze uit de pan en laat ik de pan verder op het vuur staan op een middelmatig vuur. Ik doe de grof gesneden ajuin in de gesmolten boter. Ik heb er trouwens een extra klont bij gedaan. En dan ga ik die ajuinen goed mengen door de boter. Ik laat de ajuinen een klein beetje bakken op een middelmatig vuur totdat deze mooi glazig beginnen te worden. Om de ajuinen te blussen neem ik 3 flessen bier. Ik heb in dit geval een blonde trippel genomen, maar uiteraard kun je dat ook met een donker bier of een Rodenbach of ja, wat dat je eigenlijk ook graag lust. Dat is een klein beetje afhankelijk van je eigen smaak. Dan is het belangrijk om dat bier goed te laten koken, zodat vooral die alcohol gaat verdampen, maar dat wel die lekkere smaken achterblijven. Je zal ook zien dat het volume van het bier zal beginnen te verminderen. Nu, dan is het tijd om terug het vlees in de stoofpot te doen. Zorg dat het vlees goed ondergedompeld is in de saus. Ik ben het vergeten te filmen, maar je moet ook een klein beetje water toevoegen aan uw saus. Dan doe ik daar verse kruiden in, zoals takken peterselie, laurierbladen en enkele takjes tijm. En als laatste doe ik daar 2 witte boterhammen goed ingesmeerd met mosterd in. Eventueel kun je daar ook nog een beetje bruine suiker aan toevoegen. Doe het deksel op de pan en laat op een middelhoog vuur je stoofvlees minstens 1 uur, zelfs 2 uur verder garen. Ondertussen maak ik mijn witloofsla klaar. Dat vind ik heel lekker passen bij stoofvlees. Nu, heel belangrijk is dat je dat achterste stukje daaruit haalt, want dat is dat extra bittere stukje. En dan snijd je gewoon je witloof in kleine stukken en doet je deze in een pot. Doe er flink wat mayonaise bij, ook grof gemalen peper, daar moet je ook zeker niet voorzichtig in zijn. En dan roer je goed alles door elkaar en voor mij is dit eigenlijk een ideale salade om bij het stoofvlees te eten. Serveer het stoofvlees samen met de witloofsalade en enkele frietjes of gebakken aardappeltjes en laat het smaken.